Hallo. Ik denk dat ik vandaag amper iets heb gevlogd tot nu toe. Ik was terug reunited met Celine en Nikita was er ook. En we hebben op kantoor gewerkt, we hadden echt veel te doen, veel pakjes. En we zijn 's middags even gaan lunchen omdat we elkaar al zo lang niet meer hadden gezien. Dan ben ik naar de dokter geweest, want ik heb dit op mijn been. En op mijn andere been ook. Nu blijkt dat dat is van mijn joggingsbroek, die ik nog niet had gewassen, die nieuw was. Dus, maar ja, dat gaat wel weg. En nu zitten we ondertussen bij Isaki in geel, met Sam. Dus we gaan net de tafel poetsen. Want we hebben afgesproken met Jolien en Jeno. We gaan sushi eten, daarna misschien nog geocache, maar we zijn allebei best wel gaar. En we voelen ons niet heel goed en hebben hoofdpijn van de jetlag. Dus ik denk niet dat we dat gaan doen. We gaan zien hoe het gaat. En hoe we ons voelen straks. Maar dus, dat is zo'n beetje wat ik heb gedaan. En ik was voor de rest ook nog bij mijn ouders. Na de dokter en zo was ik bij mijn ouders. Dus dat is wat ik heb gedaan. Kijk wie er zijn! Hallo. Jolien is net aan het sukkelen met het ijs. Ja, pak het. Ik heb het op beeld, hè. Maar is dat niet goed? Ja! Nee! Heb je er al ene kunnen pakken? Ja, eentje daarnet. En de andere zat juist op de grond gevallen. Dat was echt een challenge. Moet je met de rondjes nemen? Nee, dat werkt nog niet. Ja. Ja, nog gaat dat kunnen, denk ik. Oh, nee! Oh! Nee, dat is keikoud. Dat is toch verfrissend? Ja. Nee. Hier, moet jij het in een drinkje krijgen. Zweet hangt eraan. Ja. Jij krijgt het. We hebben ook edamame. Ja. Maar de bediening is niet zo vlotjes. Nee. Ik denk dat het nieuwe mensen zijn. Vorige keer ging het ook niet zo vlotjes, maar nu gaat het wel. Ja. Nu gaat het wel echt nog minder vlot. Ja, kijk. We zitten hier al 50 minuten en we hebben nu pas ons drinken. En ik heb een heel vol glas wijn. Ja. En Jolien minder vol. Ja. Je zou denken dat die meneer onderweg kreeg en een slokje heeft gedaan. En Sam, wat had jij genomen? Ja, tonic. Tonic en je hebt bruiswater gekregen. Ja. Woehoe! Hey schatjes, nu zijn jullie lang alleen geweest weer de hele dag, hè? Hoe gaat het? Wij zijn thuis. Hey. Oh, sorry. Hey, kom hier. Wie komt er bij mij? Oh, dag schatjes. Hey, en de pakjes, man is er ook. Ik heb redelijk wat pakjes nog aangekregen terwijl ik weg was. Maar van één ga ik een hele video maken. De andere ga ik morgen vroeg laten zien, want het is nu laat. Het is bijna 12 uur. En wij zijn heel moe. Dus die ga ik morgen vroeg nog laten zien, maar wel in deze vlog. Ik ben trouwens ook langs de Action geweest. Tjelke! Ik ga het proberen om naar daar te gaan kijken. En ik weet niet meer wat ik wou zeggen, maar ik ben langs de Action geweest en ik heb slakkenslijm gekocht. Nee, niet slakkenslijm. Slakkenshell noemt dat. Ik heb gehoord dat dit heel goed werkt voor littekentjes. En ik had dat op Instagram gevraagd. Hier heb ik een litteken en hier heb ik een litteken. Zoals jullie kunnen zien, ik heb nu geen schmink op. Buiten mijn wimpers en een klein beetje mijn wenkbrauwen. Voor de rest heb ik niks op. Mijn huid is helemaal niet perfect. Het is wel best oké, maar niet perfect. En de littekentjes wil ik weg. Dus ik heb 2 potjes van deze slakkenslijm gekocht. Maar ik ben trouwens heel moe. Dus ik ga dat smeren. Zelfs als ik mijn mascara eraf heb gedaan. En dan gaan we slapen. Maar ik ga morgen vroeg dus nog wel even filmen wat er in dit grote pakket zit. In deze grote doos. Ik ben heel benieuwd. Ik weet zelf niet eens meer wat dat erin zit. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog toe kunnen laten. Ik heb het nog niet open gedaan. Ik heb paaseitjes gekregen. En Sam heeft paaseitjes gekregen van Leonidas. Mm.
Ja, laat zien. Zijn wel lekker. Ja, heel lekker. Is er ook zo'n witte bij, want iedereen wil altijd de witte. Ja, dat zijn allemaal witte. Ik kies nooit de witte. Maar, oeh. Mm, mooi, ja. Yummy. Oei. Oei. Nu gaan we wel. Wat is zo? Oh, Muffie, zullen we de cijfers nog eens druppeltjes geven? Amai, er komt hier een hele snot uit, zie ik. Ze is aan het proberen die eruit te krijgen. Gaan we ze nog eens druppeltjes geven, Sam? Ja. Oké. Okay. Oh, god, Muffie toch. Ah. Zo zielig altijd, hè, maar oké. Okay. Wij gaan slapen. Ah, ik zie jullie morgen vroeg voor de hal. Dus slapen. Goedemorgen. Oh, ik heb goed geslapen. Maar door de jetlag kon ik deze morgen echt niet op. Maar ik had jullie beloofd om nu in de vlog nog te laten zien wat er in deze grote doos zit. Dus, dat ga ik doen. Ja, gisteren heb ik al gekeken in de doos. Dat is echt super mooi. Oké, als eerste heb ik dit blouseje gekozen van Tiger Mist. Het is gewoon eigenlijk een wit, simpel met knoopjes. Ik heb niet de juiste BH aan. Ik heb een donkere BH aan. Maar mijn lichte BH zit in de was. Ziet er zo uit. En dan heb ik die met een joggingbroek aan. Waar een joggingstrui bij hoort, een witte. Vind ik echt super cute. Het is echt de cutste jogging die ik heb, denk ik. Oh ja. Yeah. Oh, ik kan niet wachten tot het wat frisser wordt. Want het is nu, hier binnen is het 27 graden. Maar dit is dus de jogging. Joggingsbroek, joggingstrui. Hij is heel baggy. Maar dat vind ik wel heel leuk. Dat is wel tof. Stof om thuis te chillen in de winter. Want nu is het echt veel te heet voor dit. Dan heb ik deze trui. Oh, oh, dit is echt heaven. Ik wou dat jullie konden voelen hoe zacht deze is. Echt niet normaal. Oh ja, dit is echt zo'n fluffy witte trui. Oh, I love it. Kijk hoe baggy de mouwen zijn. Dit in de winter gaat echt zalig zijn. Dit is echt het zaligste ooit. Het is zo zacht. Ook van binnen is hij helemaal zacht. Oh, ik kan niet wachten. Next up hebben we deze set. Super cute. Geruite broek. Lijkt zo'n beetje op een paardrijbroek. En dan dit topje. Ik heb het nu van voren gebonden. Maar je kunt het ook van achter binden. Maar ik vind het wel leuk als het zo van voren gebonden is. Echt super cute. Misschien dat ik dit wel aandoe naar een festival. Naar Pukkelpop of zo. Ik ga naar Pukkelpop. Dus misschien dat ik dat ga doen. Als het niet te warm is. En dan dit jasje. Oh my god. I love it. Dit is echt het mooiste jasje. Mijn droomjasje. Oh, dit is zo mooi. Echt zo'n teddy bomber met zakken. Jawel. Maar het is echt nog veel te warm hiervoor. Maar ik vind het echt super mooi. Als volgende hebben we deze top. I love it. Deze vind ik echt. Deze vind ik de leukste, denk ik. Omdat het is simpel. En ik hou heel graag. Ik hou wel echt van simpele dingen. Om zo op dagelijkse basis te stijlen. En ik hou van de kleur. Echt super mooi. Ik vind het ook wel leuk met deze broek. En doordat zo één arm wel is en één arm niet. Dat is wel cool. En daar ga je zo. I really like it. En dan, last but not least, is deze see-through top. Zwart. Ik heb nu weer niet de juiste BH eronder. Maar kunt je met touwtjes aanbinden hier. Dus je kunt hem zo hoog krappen als je wilt. Zo. Je kunt hem ook lang laten. Vind ik ook super cute.
Dat vind ik ook wel leuk voor een festival met deze broek of zo. En dan zo van die zwarte leger botten precies erbij. Like it. Oké, dit is mijn haul. Alles wat ik heb laten zien is van Tiger Mist. Ik zal hieronder ook wel links zetten. Dus dan kunnen jullie het terugvinden. Ik hou echt super veel van deze kleren. Sommige dingen zijn heel simpel, waardoor ze net zo leuk zijn. En je merkt ook wel echt dat het zo van Australië is. Want het is zowel de typische Australische kleding. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar ik vind het echt super mooi. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. En ik zie jullie morgen.